Goedenavond. Het planbureau zal de kostprijs van de pensioenvoorstellen van PS-minister Karine Lalieu narekenen. Dat hebben de topministers van de regering De Croo beslist. En daarmee lijkt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleker haar slag thuis te halen. Zij kwam deze week zwaar in aanvaring met de Franstalige socialisten omdat ze de plannen van Lalieu onbetaalbaar noemt. Zowel CD&V als de Franstalige liberalen traden De Bleker vandaag bij. Een akkoord is er dus nog niet. Nee, er zijn nog veel weg aan de winkel, maar het sfeer was goed. Gisteravond en ook deze morgen. Gisteravond, dat was op een barbecue bij premier De Croo thuis. En vanmorgen, dat is het kernkabinet over de pensioenhervormingen. Over die plannen botste staatssecretaris Eva De Bleker deze week fel met de Franstalige socialisten. Zij vond de plannen onbetaalbaar en de kostprijs van die plannen wordt nu eerst berekend. Een belangrijk aspect daarbij is nu toch wel die betaalbaarheid van de verschillende voorstellen. Ik heb gevraagd om dat allemaal door het planbureau goed te laten berekenen, zodanig dat we kunnen garanderen dat als wij pensioenen beloven aan mensen, dat die ook betaalbaar zijn op termijn. Een akkoord dus over het berekenen van de plannen, maar lang nog niet over de plannen zelf. Die plannen van Lalieu bestaan uit 4 onderdelen, zoals een pensioenbonus en het deeltijdspensioen. Maar CD&V geeft nu al aan dat alleen dat niet zal volstaan. We hebben gezegd dat op lange termijn dat het systeem betaalbaar en houdbaar moet blijven. Daar werken we nu aan verder en er zullen dus inderdaad nog extra dingen moeten aan toegevoegd worden, anders zal het niet lukken. Tegen 21 juli wil in elk geval premier De Croo het wel doen lukken. Betalen we vanaf volgend jaar meer voor de bus of de tram tijdens de spits dan tijdens de daluren? De kans is groot, want voor het eerst zal vervoersmaatschappij De Lijn zelf de tarieven kunnen bepalen, zonder overleg met de regering. Dat staat in de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Ook met het aanbod mag De Lijn flexibeler omgaan. Je moet volop inzetten op die differentiatie. En dat is eigenlijk ook wel weer iets wat corona ons geleerd heeft. Plots viel heel het maatschappelijk leven stil. De scholen waren dicht, het was afstandsonderwijs. Het telewerk volledig ingeburgd. En dan moet men als een organisatie, als De Lijn, heel vlot kunnen inspelen op die nieuwe tendensen, op die veranderingen. En dan een aanbod realiseren waar eigenlijk de klanten op zitten te wachten. Er gaan opnieuw stemmen op om niet langer te werken met anonieme spermadonatie in ons land. Deze week getuigde een man in Ter Zake dat hij vermoedt dat hij de zoon is van de fertiliteitsarts van zijn moeder. De arts zou destijds zijn eigen sperma gebruikt hebben om patiënten te insemineren. Politiek zijn de meningen verdeeld over al dan niet anoniem doneren. Maar volgens fertiliteitsartsen is het tegenwoordig sowieso niet moeilijk om de identiteit van een spermadonor te achterhalen via DNA-databanken. Het donorkind dat getuigde in Ter Zake over zijn zoektocht naar zijn biologische vader en zo terecht kwam bij de Torhoutse gynaecoloog van zijn moeder, bewijst dat de wet over anonieme donatie eigenlijk is uitgehold, zegt fertiliteitsarts Herman Tournaille. Want via DNA-databanken is eigenlijk iedereen opspoorbaar. Heel veel jonge mensen die zullen hun genetisch materiaal in een databank, in een genetische databank aanleveren. En volgens statistici, als 2% van de bevolking dat doet, dan is iedereen eigenlijk traceerbaar. Maar als er geen wettelijke garantie is op anonimiteit, zullen ook veel donoren voor de officiële spermabanken afhaken, blijkt uit onderzoek. Het internet is dan een alternatief voor veel wensouders. Met een internetdonor kan je misschien wel je keuze maken, maar je gaat toch in een situatie komen die misschien medisch een aantal vragen oproept, terecht. Maar ook juridisch, ethisch eigenlijk, denk ik. Ik zou mij als politicus eerder gaan concentreren op wat er op het internet te gebeuren staat. Ik denk dat dat iets is dat mij meer zou wakker houden. Er zijn nu al 21 doden geteld bij een Russische raketaanval op een appartementsgebouw in de omgeving van de Oekraïnse havenstad Odessa. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren dat allemaal burgers. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat de Russen bewust en systematisch burgerdoelwitten viseren. Het appartementsgebouw in het dorp Sergeevka, enkele tientallen kilometer van Odessa, werd midden in de nacht geraakt. Er waren op dat ogenblik veel inwoners thuis.
Будинок був приблизно наполовину заселений, а це було близько 150 до 160 людей. Overlevenden vertellen over het moment van de inslag. Холодильник на мене упав, шкаф упав. Дітей їли витащили, тому що шкаф, ну, короче, маленьке було пространство, я їх перетолкнула. Deze man was even het huis uit toen het bombardement plaatsvond. Простите меня, пожалуйста. Я очень переживаю. Хорошо, что мои дети внуки уехали, ну, в неделю уехали в Молдавию. Сейчас сын с дочкой приезжают вот здесь. Простите меня еще раз. Очень страшно. De Oekraïense overheid zegt dat de Russen ter verantwoording moeten worden geroepen voor het voortdurend bombarderen van burgerdoelwitten. Не можемо ні по як по-іншому кваліфікувати ці дії як порушення законів і правил війни. Я наголошую, це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. In het zuiden van Iran zijn bij een aardbeving zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een 40-tal raakte gewond. De aardbeving had een kracht van 6,3, meer dan genoeg om schade te veroorzaken aan gebouwen die opgetrokken zijn uit minderwaardige materialen, zoals in deze streek het geval is. Het epicentrum van de beving bevond zich in de buurt van een dorpje met 300 inwoners. In de Zuid-Chinese zee bij de kust van Hongkong is een schip in tweeën gebroken. 27 bemanningsleden worden vermist. 3 opvarenden zijn met een helikopter gered. De schipbreuk is het gevolg van een tropische storm. Het barre weer bemoeilijkt nu ook de zoektocht naar overlevenden. In Londen hebben 2 klimaatactivisten zichzelf vastgelijmd aan het kader van een schilderij van Vincent van Gogh. Ze roepen musea en galeries op om mee de strijd aan te binden tegen fossiele brandstoffen. Het schilderij Perzikbomen in bloei uit 1889 is niet beschadigd. De Nederlander Fabio Jakobsen heeft de 2e rit in de Tour gewonnen. Voor zijn ploeg Quickstep Alpha Vinyl is het 2 op een rij na de zege van Yves Lampaert in de openingstijdrit. Wout van Aert was net als gisteren 2e, maar dankzij de bonificaties mag hij morgen starten in het geel. Nog even krijgen de gele Yves Lampaert en de groene Wout van Aert de tijd om na te praten vooraleer ze ondergedompeld worden in de Deense wielerhysterie. Met duizenden verwelkomen de Denen wild enthousiast de renners van de Tour. Bij de renners is er vooral nervositeit omdat de grote Beltbrug in de finale door de wind voor brokken kan zorgen. Maar enkel een valpartij met gele truidrager Lampaert zorgt er voor opschudding. Gelukkig kan Lampaert opnieuw vooraan aansluiten. Het lijkt dan een massasprint te worden tot de helft van het peloton wordt uitgeschakeld nog voor de sprint begint. De belangrijke sprinters zijn niet betrokken in de val en Mats Pedersen is de ideale gangmaker voor Wout van Aert in de laatste rechte lijn. Maar Fabio Jakobsen is net iets sneller dan van Aert en wint de etappe. Na Lampaert gisteren is het 2-2 op het Deense rapport van Quickstep Alpha Vinyl. De gele trui zijn ze wel kwijt aan Wout van Aert, die Lampaert ontroont dankzij de bonificaties. In de Westhoek is het kunstenfestival Watu gestart, een vaste waarde voor cultuurliefhebbers. Een hele zomer lang staat het West-Vlaamse grensdorp in het teken van kunst en poëzie. Verschillende kunstenaars lieten zich inspireren door het dorp en de omgeving en maakten op basis daarvan een werk. Traditiegetrouw bestaat het kunstenfestival uit een parcours tussen heel wat locaties. Onze ploeg was er de hele dag op stap. Hun verslag ziet u in het journaal van 7 uur. Heel graag tot dan.